Goeie meisje, het wie het even de wat mindere dag van deze week met bewolking. En we hebben ook wat ruimwetter gewoon. Ja, ze heel oors wie het waanzin en toonsdie. En ik tiesdie hier natuurlijk een prachtige dag met die hege temperaturen. Nou, dat zult dus verorie. En we hebben joen en vannacht denk ik opklarings. Maar nog wel een hege temperatuur, want het wordt net kouder dan 14 graden. We kunnen ook morgen nog even erop uit. We kunnen nog even de tuin van of even een wandeling of een fietstochtje maken. Want het lijkt erop dat het meest droog bloed. Alhoewel er in de namiddag en joentijd een enkele bui kom ik in. Temperatuur net hier zo'n aardig een graad of 16. En daarbij zit er een matige, ontkrachtige zuidwestelijke wind. Letter betieden het in het waardgebied. Ja, en dan gaan we naar die snijn. Ja, het zegt nu dat het een heel soort wien opleveren zal, een lege drukgebied boven Engeland. En die brengt dus ook een heel soort buien en deelslag en een temperatuur net heger dan 15 graden. De zuidwestelijke wien die wordt vrij krachtig om het hut in het waardgebied en letter stwarmig en dat is een windkracht 8 uit het zuidwesten. Maar dan komen we op een heel oorwaartype uit van Menje. Er komt een hele diepe depressie die heel snel vanuit Engeland oer de Noordzee zet richting Denemarken. En daarbij krijgen wij ook in Friesland een storm of een zware storm. En dat is een windkracht 10. En dan komt het net goed, want het lijkt erop dat er ook windstreken komen tot in Tolve bijvoorbeeld 130 km per uur. Dus dat kan wel eens wat problemen opleveren. In elk geval wordt het een weerteboel, ik meen je, maar een temperatuur net heger dan 15 graden. Op tiesdien en waarschijnlijk kunnen we even weer bijkomen van deze storm. Want tiesdien zit er nog een buik op het programma, maar een temperatuur van 13 graden. En waarschijnlijk en toonsdien lijkt het droog te blowen, maar wel een legere temperatuur van 12 graden. Nog een noffelijk joen en een noffelijk weekend.